De Chinese president Xi Jinping heeft vrijdag in Peking gesprekken gevoerd met zijn Surinaamse ambtgenoot Chandrika Persat Santokhi. Xi merkte op dat de vriendschap tussen China en Suriname een lange geschiedenis heeft en de tand destijds heeft doorstaan. Suriname is volgens hem een van de eerste Caribische landen die diplomatieke banden met China aanknoopte, een strategisch partnerschap tot stand bracht en het Belt and Road samenwerkingsplan ondertekende met het Aziatische land. U bent de eerste president van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die China dit jaar bezoekt. En dit is ook uw eerste bezoek van China sinds u als president van de Republiek Suriname bent gekozen. Dit bezoek heeft een significante belangrijkheid in het verder verdiepen van de strategische partnerschap tussen China en Suriname. U bent een ervaren politicus in Suriname en een goede vriend van de Chinese gemeenschap. China is bereid samen met Suriname te werken om de publieke gezamenlijke vertrouwen te versterken, het verbeteren van economische en zakelijke coöperatie, het uitbreiden van culturele uitwisselingen, nauwere internationale samenwerking bevorderen en de gezonde, stabiele ontwikkeling van de China-Suriname betrekkingen bevorderen voor het wederzijds voordeel van beide volken. President Santokhi sprak de waardering van Suriname uit voor de hulp die van Chinese zijde wordt geboden aan zijn economische en sociale ontwikkeling. Hij zei dat de vruchtbare samenwerking tussen de twee landen op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, infrastructuur en andere terreinen het politieke wederzijdse vertrouwen en de broederlijke vriendschap op hoog niveau weerspiegelt. Verder vormt de Surinaamse economie en het levensonderhoud van de bevolking wat een goed voorbeeld is van Zuid-Zuid samenwerking. Thank you, Your Excellency. Please allow me, Mr. President, to express appreciation for your warm welcome. And it is also, as you mentioned, my first time in China in the capacity of President. Our talks today are also an important step in further solidifying the strategic cooperative partnership and identifying new areas of cooperation. De Chinese president Xi Jinping hield een welkomstceremonie voor president Santokhi op het plein buiten de oostelijke ingang van de Grote Hal van het Volk, voorafgaand aan hun gesprekken in de Chinese hoofdstad Peking.